Hey, ik ben Robin en vandaag heb ik een echte primeur voor jou tijdens de unboxing. We hebben namelijk een nieuwe telefoon van Google. En dit is echt een nieuwste van het nieuwste telefoon. Hij is pas net op de markt. Dit is de Google Pixel 7a. En hier word ik echt heel enthousiast van. Er zitten namelijk een paar functies op die je normaal gesproken echt in veel meer high-end toestellen ziet. Welke functies dat precies zijn en hoe dat werkt, dat laat ik je zien in de rest van de video. In de Pixel-serie van Google is de laatste jaren eigenlijk altijd een drietal telefoons uitgekomen. Zo heb je altijd de Pro-versie, dat is de meest high-end versie waar alle toeters en bellen op zitten. Je hebt de normale versie, die wordt aangeduid met enkel het nummer, dus de Pixel 7 in dit geval. En daar zit alles op, maar is iets net ietsje minder goed dan in de high-end versie. En daarmee is de prijs ook een stukje lager. En hier hebben we vandaag dus de 7a versie. En die is heel recent uitgekomen. Dit is de middenklasse telefoon. Die is dus een stuk beter betaalbaar, maar heeft een heleboel van de foefjes van de high-end modellen. Daarom word ik hier zo enthousiast van. Als we eventjes naar het design gaan kijken, dan is het eerste wat me opvalt aan de telefoon de camerabar die je ziet. Hier zitten twee camera's in en een flitser. En het is meteen de meest herkenbare feature van een Pixel telefoon. Sinds de vorige generatie, de Pixel 6-lijn, hebben ze dit erin zitten. En vanaf dat moment is dit echt iets waaraan je herkent dat je met een Pixel telefoon te maken hebt. Je ziet het nu niet zo goed, maar deze telefoon is in zeeblauw uitgevoerd. Ik weet zeker dat er ook nog andere speelse kleuren uitkomen, maar op het moment van het opnemen van deze video weten we nog niet precies welke dat zijn. Dus ik ben benieuwd. Wat me verder opvalt is het formaat van de telefoon. Net als in de vorige serie is de 7a-versie ietsje kleiner dan de 7-versie. En zo ligt hij dus net eventjes lekkerder in de hand. Wat in gebruik echt nieuw is dit keer, is dat er in de 7a-versie voor het eerst een 90 Hz scherm zit. Dat betekent dat de animaties op het scherm lekker vloeiend verlopen. In de versie van vorig jaar, de 6a, was dat nog niet het geval. Dus daarmee voelt deze echt een stukje meer premium. Ik had het net al even benoemd, maar wat de Pixel 7a nou echt zo leuk maakt, is dat ze in de A-serie echt hun best doen om zoveel mogelijk van de user experience van de higher-end modellen te gebruiken en die te stoppen in een betaalbaarder jasje, zodat je echt een middenklasse telefoon hebt die voelt als een premium model. Zo zit er in de Google Pixel 7a precies hetzelfde hart als in de Pixel 7 en de 7 Pro versie. Dit is de Google Tensor G2 chip. En deze chip is helemaal speciaal door Google ontwikkeld en daar zit veel artificial intelligence in. Deze AI zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de gesprekskwaliteit, de geluidskwaliteit van een telefoongesprek enorm verbetert. Of dat je telefoon een stuk beter en slimmer omgaat met het batterijgebruik, zodat hij deze veel langer volhoudt op een dag. Maar ook dat je foto- en videokwaliteit enorm verbetert. Dit gebeurt ook door AI en daardoor haal je het beste uit je foto's. Het is je misschien wel bekend dat de Pixel-telefoons al jarenlang bekend staan om hun supergoede camera-prestaties. In de high-end modellen, zoals de 7 Pro en de 7, doet Google dit door een combinatie van supergoede lenzen en de software en hardware in de chip. Dus dat is diezelfde Google Tensor G2 chip. In de 7a heb je wel de sensor, die dus alle berekeningen voor de foto's maakt, maar niet dezelfde camera. Zo heb je dus wel alle toffe functies, maar net niet de beeldkwaliteit die je behaalt met de grotere telefoons. Met de Google camera gebeurt het verbeteren van je foto op twee verschillende manieren. De eerste manier is volledig automatisch en daar hoef je niks aan te doen. Want dat is de telefoon en de chip die zelf berekeningen maakt om het allemaal een klein stukje scherper te maken en de kleuren van bijvoorbeeld de huid precies goed te krijgen. En de andere manier is wat je zelf nog kan doen met de software achteraf. Zo kan je bijvoorbeeld met de magische gum hele objecten verwijderen uit je foto's die er gewoon wel in stonden. Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of iemand die op de achtergrond door je foto loopt. Maar je kan ook bijvoorbeeld achteraf een foto die net niet helemaal scherp was, toch nog een stukje scherper maken met AI.
De Pixel 7a heeft, als je hem vergelijkt met zijn voorganger, een stuk grotere fotosensor. En dat betekent dat hij meteen meer licht opvangt. En naast dat de resolutie van de foto's hoger is dan bij zijn voorganger, betekent dit ook dat je veel betere prestaties hebt in het donker. De AI helpt daar natuurlijk ook weer mee. En dat zorgt ervoor dat je op feestjes gewoon scherpe foto's kan maken, vaak zelfs zonder flits. Ben je nou echt een fotofanaat en wil je alles uit je foto's halen? Dan zitten in de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro natuurlijk wel betere kwaliteit camera's. Zo kan je dan gebruik maken van een optische zoom, waarmee je echt mooi ver kan inzoomen. Of een groothoeklens, waarmee je een hele mooie brede beeldhoek hebt. Dit heeft deze telefoon niet, maar voor de prijs maakt hij echt hele goede foto's. De Pixel 7a is gemaakt om jou precies op de goede momenten van de dag de kracht te geven die je nodig hebt in de telefoon. Dit doen ze met de functie aangepast batterijgebruik. Deze kijkt over de tijd heen hoe jij je telefoon gebruikt en op welke momenten je het meeste stroom vraagt. Dit houdt hij in de gaten en daar past hij zijn balans op aan. Dat doet hij met de Tensor G2 chip. En dat is dus weer een stukje artificial intelligence die helpt om jouw leven makkelijker te maken. Je batterij houdt het daarmee makkelijk 24 uur achter elkaar vol bij normaal gebruik. Dus dan hoef je niet speciaal zuinig te doen of op te passen op je batterij. De testen hebben zelfs allemaal aangegeven dat dat nog een stuk hoger is dan dat. Maar met 24 uur zit je echt veilig. Heb je je telefoon nou echt langere tijd nodig zonder dat je hem op wil laden? Dan kun je gebruik maken van de functie extreme batterijbesparing. Zet je deze aan, dan wordt je telefoon wat trager, gaat de helderheid omlaag en loopt de software allemaal ietsje trager. Maar dan doe je wel gemiddeld zo'n 72 uur met een batterij. Dat is dus 3 volle dagen. Ben je dan eindelijk aangekomen op het punt dat je telefoon helemaal geen juice meer heeft, dus echt helemaal leeg is, dan heb je hem ook nog eens supersnel opgeladen. De telefoon biedt ondersteuning voor 18 watt snelladen. En dat is via de kabel, dus als je hem met een snellader in het stopcontact stopt. Het is ook de eerste A-versie telefoon die je draadloos kan opladen. Dit gebeurt niet zo snel, maar wel met gemak zonder kabel. Kortom, bij de Pixel 7a hoef jij je echt niet druk te maken dat je rondloopt met een lege batterij in je telefoon. Tegenwoordig gaat het gesprek heel vaak over data. Hoe hou je je data veilig? Welke data is nou van jou? Wat is je data waard? Nou, Google heeft daarover nagedacht en die hebben de Titan M2 beveiligingschip in de hele serie 7 van Google gestopt. Dus niet alleen in de 7a, dit is dezelfde chip als in de 7 en de 7 Pro. Nou kan ik heel erg diep ingaan op wat deze chip precies doet, maar dan wordt het een heel technisch verhaal, dus laten we dat alsjeblieft niet doen. Wat echt belangrijk is, is dat de Titan M2 beveiligingschip jouw data op een hardware manier versleutelt. En dit gaat echt een stuk verder dan de beveiligingsprotocollen van Android zelf in de meeste telefoons. Om je telefoon te openen kun je, net als bij iedere andere smartphone, gewoon gebruik maken van een pincode. En deze is natuurlijk niet uniek. En als iemand anders je pincode heeft, dan kan die gewoon je telefoon in. Dat is niet super handig. Dus zit er ook een vingerafdrukscanner in en een gezichtsherkenning. Dit zijn 2 biometrische scanners die echt unieke dingen van jouw lijf pakken om je telefoon te unlocken. En dat maakt het daarmee een stuk veiliger en tegelijkertijd ook een stuk gemakkelijker. Als jij al langer het besturingssysteem Android gebruikt op je telefoon, dan is je misschien opgevallen dat het besturingssysteem er net iets anders uitziet op verschillende merken telefoons. Dit komt omdat de verschillende merken hun eigen sausje over de software heen willen gooien. En dit zorgt ervoor dat updates bijvoorbeeld net iets langer duren op het moment dat je een ander merk telefoon gebruikt. En dat is het grote voordeel als je de maker van de software en de maker van de hardware met elkaar combineert. Dat is in dit geval Google. En het is dus precies goed op elkaar afgestemd. Zo ben jij de eerste die updates ontvangt. En de ondersteuning voor je telefoon gaat ook het langste door. Omdat alles bij 1 fabrikant ligt. En de ondersteuning van je toestel is ook lekker lang. Zo heb jij naast de normale systeemupdates 5 jaar lang garantie dat jij nog beveiligingsupdates voor je telefoon krijgt. Om nog maar even terug te komen op hoe veilig een Google Pixel eigenlijk is. Nou, dat is een hoop informatie bij elkaar, maar laten we het even samenvatten voor de conclusie van de Pixel 7a.
Wat maakt deze telefoon nou zo uniek? Nou, laten we beginnen bij het laatste wat ik net zei. En dat is dat de Android-ervaring dus echt op maat gemaakt is. En dit is dus echt zoals Android bedoeld is door Google om te werken. Ik vind dat zelf een heel groot voordeel. Het is een hele veilige telefoon door de Titan M2-chip die Google er zelf in geplaatst heeft. Dus dat is echt beveiliging op hardware niveau. De kwaliteit van de foto- en videocamera is zeker voor de prijs van het toestel echt van hoog niveau. Door de functie aangepast batterijgebruik heb je echt een hele dag gebruik van je telefoon. En daarmee is het eigenlijk de belangrijkste functie van de hele telefoon. Want wat heb je nou aan een telefoon die leeg is? Juist, helemaal niets. Wat dit alles nou echt zo supergoed maakt, is de prijs van de telefoon. Want je hebt hier echt high-end functies en high-end software voor de prijs van een middenklasse telefoon. En dat zie je niet vaak en maakt de Google Pixel 7a echt een unieke telefoon. Heb je na het zien van deze video nou nog vragen over de telefoon? Stel deze dan even in de comments. En wil je dieper induiken op de specificaties? Klik dan eventjes op het linkje in de beschrijving. Deze leidt naar kieskeurig en daar kun je alle specificaties met elkaar vergelijken. Hier kan je eventueel ook verschillende telefoons van Google met elkaar vergelijken, zodat jij weet of je nou de 7a, de 7 of de 7 Pro moet kopen. Vond je dit een leuke video? Druk dan eventjes op like. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Dan zie ik je bij de volgende video weer.